Goedendag, mijn naam is Sven de Vries van Wageningen Universiteit en Research. En ik sta op dit moment in een zaadgaard van Staatsbosbeheer van de boomsoort S. Een zaadgaard levert zaad voor jonge bomen die gebruikt kunnen worden in bos, landschap, natuur en in gemeente. De S heeft in Nederland sinds 2010 een probleem. Er is een schimmelziekte opgetreden, die is geïntroduceerd een jaar of 10 geleden in Oost-Europa, Polen of Litouwen. Die heeft zich verspreid over Europa en dus in 2010 Nederland bereikt. Andere landen in Europa hebben inmiddels ook last van de ziekte. De ziekte die komt binnen via het blad, gaat in de bladstil, gaat in de twijg en uiteindelijk in de boom en de boom sterft uiteindelijk af. Dat betekent dat op dit moment onderzoek weinig zin heeft voor de bomen die er al staan. Die zijn eigenlijk onherroepelijk ten dode opgeschreven. Halverwege de vorige eeuw is er door Wageningen Universiteit materiaal verzameld, geselecteerd op allerlei gunstige eigenschappen van de S. Alles behalve die ziekte, die was toen nog niet bekend. En dat materiaal dat wordt momenteel gescreend op ziektegevoeligheid. En het zoeken is naar dat materiaal wat niet ziek wordt of bijna niet ziek wordt. Er is in 2012 een onderzoek gestart met financiële ondersteuning van het productschap tuinbouw. Dat onderzoek liep 3 jaar. De politiek heeft echter besloten om alle productschappen op te heffen. En dat betekende dat ook de financiering van dit onderzoek is stopgezet. En we zouden dit onderzoek, wat nu 1 jaar gelopen heeft van de 3, zouden we graag voortzetten. En daarbij hebben we uw hulp nodig. En u, dat is eigenlijk iedereen die bedrijfsmatig met bomen en met name met essen bezig is. Dat zijn producenten, leveranciers van de bomen, maar ook de afnemers, de beheerders van bos, natuur, landschap, gemeente. In totaal gaat het om een bedrag van €150.000. Die is in eerste instantie gevraagd bij de Rijksoverheid. En de Rijksoverheid zou graag zien dat het bedrijfsleven een bijdrage levert. En het ziet er nu naar uit dat als het bedrijfsleven ongeveer de helft van deze €150.000 kan ophoesten, dat de Rijksoverheid het resterende bedrag zal bijpassen. Als er voldoende geld bijeengebracht wordt om het onderzoek doorgang te laten vinden, dan heeft iedereen daar uiteindelijk voordeel van, omdat in de toekomst essen geplant kunnen worden die de ziekte niet krijgen. De bedrijven, die kan ik een iets concreter voordeel geven. Elk bedrijf wat minimaal €5.000 bijdraagt per jaar voor die 2 jaar resterend onderzoek, die krijgt 5 jaar lang exclusieve toegang tot het materiaal en de kennis daarover, voordat het algemeen uitgegeven wordt. Mocht uw bedrijf of instelling interesse hebben om financieel aan de voortgang van dit onderzoek deel te nemen, dan wordt u vriendelijk verzocht om voor 21 november van dit jaar contact met mij op te nemen.